Zo, een hele goede morgen. Ja, uit. Goed zo. We gaan onderweg naar Amersfoort. Ik heb een afspraak met een man die we allemaal kennen. Als je in ieder geval televisie hebt gekeken. Als je RTL 4 hebt gekeken. Dan hebben we hem, nou ik denk dat bijna heel Nederland hem wel een keer heeft gehoord. Maar nooit echt over nagedacht wie het is en wat voor wereld erachter zit. En dat gaan we vandaag uitzoeken. Op deze dag dat het code oranje is en ik een uurtje moet rijden ongeveer. Maar goed, daar gaan we. Liefde, leugens en intriges in goede tijden, slechte tijden. Maandag tot en met donderdag om 8 uur op 4. Liefde, leugens en intriges in goede tijden, slechte tijden. Maandag tot en met donderdag om 8 uur op 4. Ik ben Edwin Ouwehand en ja, ik maak radioprogramma's en ik werk als voice-over. Ik ben eerst begonnen met radio en door toevallig ingerold bij RTL 4, omdat ze een stem zochten. En van daaruit ben ik steeds meer een voice-over geworden, zeg maar. Nu meer voice-over dan radio? Het is een mix. Het is een mix van de twee. Ja, okay. Het is een gezonde mix. Oké, ja. Oké. Okay. En waar ben je ooit begonnen met radio? Dat was nog bij de piratenstations. Ik had een jongen op school die deed dat. En ik had helemaal niks met radio. Je hoort wel eens verhalen van mensen die van jongs af aan al bezig zijn met radio. Nou, ik was 16, 17. En toen zei die klasgenoot van, kom eens een keer kijken. Vind je vast leuk. Ja, en toen was ik om. Donderdagavond om 8:30 bij RTL 4. Wow, was dat nou serieus een voice-over of was het gewoon in mijn hoofd? En dat voice-over werk, want daarom zijn we hier eigenlijk. Daarom zijn vandaag. We hier. Ja, dat vind ik al het mooie. Voice-over is volgens mij, vind ik, ontzettend belangrijk. Ja, het is maar een heel klein iets, maar ja, het is wel essentieel. Essentieel. Het is wel belangrijk, ja. Om je boodschap over te brengen en om een gevoel mee te geven. Dat. Want is het moeilijk om te doen? Ik denk wel dat mensen vaak denken dat ja, je gaat even zitten en je doet maar even. Ja. Ik ben natuurlijk, door radio kon ik al heel snel inschatten wat je met je stem kan doen. Mm-hmm. Het versterkt elkaar ook, want toen ik me meer ben gaan toeleggen op voice-overs, besefte ik dat ik met mijn stem nog meer kon dan daar bij de radio over na had gedacht. Ja. Snap je? Dus ik begon nog meer bij radio ook te letten van, hey, wat is mijn tone of voice nu en hoe wil ik dingen zeggen? Hoe komen ze over? Dus dat heeft elkaar wel een beetje versterkt. Maar ja, je moet op heel veel dingen letten. En daarbij moet je natuurlijk zo relaxed mogelijk klinken. Mm-hmm. En je moet de juiste tone of voice hebben. Je moet goed articuleren. Je stem op de juiste manier gebruiken. Ja, er zijn zoveel dingen waar je op moet letten. Ik zeg niet dat het een kunst is, maar het is natuurlijk wel zo dat je daar enig aanleg voor moet hebben. En met name heel veel uren voor moet maken om op een bepaald niveau te komen. Oké, dus jij hebt zelf wel ook heel veel moeten oefenen. Het was niet zo, ja. Mijn stem die kun je niet veranderen. Ja, denk ik. Het oefenen is eigenlijk meer geweest toen ik begon met radio. Van ja, hoe presenteer je precies, weet je wel? En met voice-overs had ik al een bepaalde ervaring met mijn stem. Maar net wat ik al zei, van ja, dan merk je wel dat als je in voice-overs gaat verdiepen, dat je nog meer op veel meer dingen gaat letten. Er was eens een prinses met een huid zo wit als sneeuw en haar zo zwart als ebbenhout. Bla bla bla. Her hair is not black, it's raven. And she's 18 years old and her skin has never seen the sun, so of course it's good. Maar haar boze stiefmoeder, she's dead, maakt haar leven tot een hel. Even klein technisch, welke microfoon gebruik je? Neumann U87. Oké. Okay. Dat is een hele dure jongen. Ik moet wel zeggen dat dat kan ook tegen je werken.
En dat moet ik even uitleggen. Ja, je ziet hem daar. Overigens zie je de twee microfoons. Ik gebruik nog een andere ook. Dat is een Sennheiser MKH416. Oh ja. Dat wordt veel gebruikt door Amerikaanse voice-overs. En die wijst heel veel geluid af. En in Amerika is het heel populair. Met name in die grote steden hebben voice-overs denk ik meer last van buitengeluiden. Deze spreekzaal is heel goed. Maar ik heb ook niet zo heel veel last van verkeer om me heen. Daar waar ik woon. Maar het is een hele fijne microfoon. En ik ben altijd op zoek naar... Ook wil ik dingen testen. En die microfoon die neemt bijna geen plaats in. Maar het is een hele prettige microfoon. Die ik ook nog wel eens gebruik voor sommige dingen. Als dat heel zakelijk en heel neutraal moet klinken. Ja. Dan is dat eigenlijk een microfoon die heel smooth is. Maar die Neumann, dat wou ik zeggen, die kan ook tegen je werken. Want als je akoestiek niet goed is, dan kan je beter een mindere microfoon gebruiken. Want deze microfoon hoort alles. Ja. Maar ook echt alles. Ja. Feit is ook, met die hele dure microfoon is het nog maar 1% wat je kan verbeteren aan je geluid. Al het andere is dit. Akoestiek. Akoestisch materiaal. En zorgen dat je met bass traps en met diffusers en met absorptie, dat je alle reflecties wegneemt. Ja. En daar maak je hele grote sprongen mee. Sterker nog, als je een microfoon neemt die 10 keer goedkoper is dan die microfoon die ik gebruik, dan kun je tot die 99% van het geluid komen als die omstandigheden goed zijn. Ja. En die 1% maak je dan met die duurdere microfoon. Nou ja, wat ik heb geleerd is absorptie. En daarnaast kun je, dat noemen ze dan een diffuser, die verstrooit het geluid. En dat is ook een klein gedeelte wat er in mijn spreekcel zit. Dat is dat witte hier. Dat witte, ja, ja, dat witte. En sterker nog, als je deze deur nu dicht doet, dan is dit ook een mooi voorbeeld. Ik heb het eigenlijk aangeschaft omdat het meer, het is bijna kunst. Ja. En dit is ook een diffuser. Je ziet allemaal verschillende vlakjes die allemaal verschillende dieptes hebben en schuintes. En wat dat doet, is eigenlijk als daar geluid op afkomt, dan komen er wel reflecties terug, maar allemaal verschillende in soort. Mm-hmm. Waardoor je ook je probleem van je grote reflecties oplost. En al die kleine dingetjes, die zijn voor een menselijk oor niet meer te horen. Nee. Dus ze zijn er wel, maar we horen ze niet. Okay, en je ziet hier bijvoorbeeld ook, ja, hierboven. Ja. Als ik hier zit af te monteren, dan vind ik het ook wel prettig om ook niet die reflecties te hebben. Hierboven heb je ook een akoestisch paneel. Ja. En dat zorgt ook voor het wegnemen van reflecties. Ja. En ik zie ook heel veel verschillen. Is dat gewoon omdat het net past? Of gewoon omdat ik het leuk vond. Ja. Okay. Ja. Okay. Maar gewoon ook omdat ik het uit ging breiden. En ik dacht van, nou, dat vind ik ook wel een leuk dingetje. Dus het is ook een beetje spielerij. Ja, ja, ja. Ik wilde voornamelijk dat het er netjes uitzag. Kijk, als je hier naar binnen kijkt, dan zie je wat heel goed werkt voor dat laag zijn in de hoeken. Die bass traps. Je noemt het bass traps. Ze vangen niet alleen bas. Maar je noemt ze wel zo. Ja. Ze vangen, omdat ze veel dikker zijn, eigenlijk alle reflecties. Maar ze pakken nog wat meer van het laag weg. Okay. Omdat ze zo dik zijn. Ja. Wat ook belangrijk is om te weten, als voice-over zijnde, beeld is leuk, maar ik laat me altijd leiden door het geluid. Ja. En want dat geeft de emotie. Ja. Wat je meegeeft. En daar heeft de maker van de video natuurlijk ook over nagedacht. Mm-hmm. In de zin van, als iets spannend is, dat er een spannende muziek. Je weet zelf wel, als het een spannende film is en je haalt de muziek eruit. Ja, dan is het. Dan is het ook al effect al weg. Ja, klopt. Ja. Dus ik laat me altijd leiden door wat ik hoor in combinatie met mijn stem. Okay. En dat versterkt elkaar. Hopelijk, als ik de juiste toon weet te vinden. Ja. Wat als je grootste geheim je allerbeste vriend is? Spring op zijn rug en vlieg mee. Ik vind het altijd, als ik iemand niet ken en die vraagt wat ik doe, voel ik me al snel opgelaten als ik moet zeggen wat ik doe. Ja. Omdat mensen dan, snap je? Ik hou daar niet zo van. Ja. Ik doe niet voor niks radio, uh-huh. Omdat ik vind het fantastisch om te doen. En ik praat nu met jou, we doen een gesprek, maar het is wel een beetje uit mijn comfortzone. Ja, ja, ja. Dan merk ik wel dat... dat ik dat lastig vind om... Maar de reactie is dan altijd van... Ik heb naar RTL4 zitten luisteren. Nou, ik herken je niet hoor. Dus dan zeg ik ook heel vaak van... Je moet het vergelijken ook. Als ik heel dicht bij je oor iets ga vertellen... Klinkt het al heel anders...
als dat er een afstand tussen ons zit. Ja. Bovendien worden er ook bepaalde technieken gebruikt, waardoor je stem altijd even hard is. En als je zacht praat, dat het nog steeds hard overkomt. Je legt natuurlijk meer gevoel in bepaalde dingen. Je kiest de emotie voor wat het moet zijn. En dat kan spannend zijn, mm-hmm. Wat vooraf ging, in goede tijden, slechte tijden. Maar het kan ook zijn, Chantal's pyjama party vanavond, RTL 4. En dan zie je al, ik begin nu te lachen, dat helpt mij om naar die emotie te komen. Ja. Dat is een trucje. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk wel dan overkomen dat mensen je geloven. Ja. Dat mensen ook echt denken van, zo, die heeft er ook zin in. Maar het versterkt elkaar natuurlijk. Ja, klopt. Hè? Ja. Net zo goed als dat je, als ik iets spannends aankondig en ik zet zo'n lolstem op, mm-hmm. dat je dan denkt, wat gebeurt daar? Ja, want dat matcht niet. Dat matcht het niet. Nee. Oké. Nee. Niet alles is veranderd, zie ik. Goede tijden, slechte tijden. Maandag tot en met donderdag om 8 uur. RTL 4. Een nieuwe zinderende postcode loterij 1 tegen 50. Zie je morgen om 9:55 bij RTL 4. Een adembenemende proef in Expeditie Robinson. Morgen 8 uur. RTL 4. Toen ik eerder vertelde, ja, ik ga naar Edwin. Mm-hmm. Wie is dat dan? Nou, hij is de man van die zin. Wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Ja, die geef ik ook wel als voorbeeld. Ja. Wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Dat was ongeveer een van de eerste dingen die ik deed. Oké. Okay. Ik moest natuurlijk ook gewoon dan een demo doen, hè, ja. bij RTL. Ja. Er waren meerdere stemmen. En ik moet je zeggen, toen ik gevraagd werd, dacht ik bij mezelf, dit is kansloos. Maar ik ga er wel heen. Ja. En ik doe het wel. En dan horen we het wel. Toen kwam al heel snel dat ik via een talkback hoorde. Dus dat was misschien helemaal niet de bedoeling. Mm-hmm. Maar terwijl ik daar zat, had ik een paar promos gedaan. En toen hoorde ik iemand zeggen, nou, we hebben hem wel. Toen dacht ik bij mezelf, hè? Dus dat was wel heel erg grappig. Ja. Dus ik was heel verrast dat ik het mocht gaan doen. Okay. Maar een van de eerste dingen, en die loopt nog steeds, dat wat vooraf ging, in goede tijden, slechte tijden. Ja. Dat is een heel herkenbaar dingetje voor mensen. Omdat goede tijden natuurlijk ook heel lang loopt al. Ja, zeker. En iedere avond dan terugkomt. Maar het is iets wat ik ooit in 2006 heb ingesproken. Ja, en wat nu in 2023 nog steeds wordt gebruikt. Ik wou zeggen, dat spreek jij niet steeds opnieuw in. Nee. Dat is gewoon een herhaling. Nee, dat staat daar ergens klaar. Ja. Want ze maken elke keer een andere montage natuurlijk. Hè. Dat is een dagelijks ding. Ja. Bij promo's is het anders. Ja. Promo's worden altijd opnieuw ingesproken. Maar dit is een standaard zinnetje wat daar gewoon ingelegd wordt. Mm-hmm. Om even neer te zetten wat er in de dag daarvoor is gebeurd. Ja. Dus dat gebeurt ook helemaal niet bij een promo-afdeling. Ik neem aan dat de makers dat van goede tijden gewoon zelf aanleveren, ja. op die manier. Ja. Nou, even een kleine studiotour. Ja. Wat zien we? Wat zien we? Ja, uiteraard de microfoon. Hè? De twee microfoons die we al besproken hebben. De plopfilter. Hier een toetsenbord waarmee ik het kan bedienen. Dat is hetzelfde toetsenbord waarmee dat achter mijn bureau ook kan. Tenminste, het is niet hetzelfde toetsenbord, maar het heeft dezelfde functie. Ja. Net zo goed als dat dit een kopie is van het scherm wat ik ook achter mijn bureau kan bedienen. De muis uiteraard. Achter mijn bureau kan dat ook op die manier. Dit is een koptelefoonversterker. Dus hier kan ik het volume mee regelen voor mijzelf. Hier zie je, dat apparaat heb je ook vaak genoeg besproken. Die ken ik. Inderdaad, de Rodecaster. Heel goed. Heel goed, ja. Die staat daar, die heeft helemaal niets met voice-overs te maken. Maar je kan daar een telefoongesprek mee opnemen. Of zelf ermee klooien. Of iets voor mijn radioprogramma. Oh, ja. Er zit ook jingle pads op of zo. Niet dat ik daar heel veel mee doe. Maar ik vind het ook gewoon soms leuk om te klooien. Ja, gewoon lekker spelen. Ja, precies. Dus daarom staat het er. Er staat uiteraard ook een klein computertje. Ja. Vroeger deed ik het allemaal van papier. Maar waarom zou je dat allemaal uitprinten als het op die manier kan? En welke koptelefoon gebruik je? En is dat een bewuste keuze, ja of ja, nee? Ja, zeker een bewuste keuze. Ja, ja. Ik gebruik sinds een jaartje, denk ik. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang hij uit is, maar vrij snel toen deze uitkwam. Het is van Beyer Dynamic. Ik gebruikte daarvoor de voorganger. Die zie je daar bovenop nog wel. Ja, de 770, of niet? Ja, ja die, de 770. Ja, die heb ik zelf. Die wordt heel veel ook in radiostudios en zo regelmatig gebruikt. Ja, maar inmiddels ook bij Radio 10
hebben we de overgang gemaakt naar deze. Dit is de DT700 Pro X. En waarom dan deze? Deze is, vind ik, qua geluid ja, net iets steviger, net iets lekkerder. Ik vind wel die andere, daar zit toch ook weer heel veel hoog in. Mm-hmm. Ik vind sowieso van veel koptelefoons dat er veel te veel hoog in zit. En hier is de mix, zeg maar, qua hoog net even wat lekkerder weer. Die is neutraler dan, of niet? Ja, helemaal neutraal is hij niet, maar nee. Misschien iets neutraler. Ja, oké. Okay. Deze Hyundai is uitgerust met Hyundai Smart Sense. De slimme rijhulpsystemen in dit uitgebreide veiligheidspakket houden continu de omgeving in de gaten om de auto en zijn inzittenden onderweg te beschermen tegen gevaren. Is er nou ook een zinnetje of een uitspraak die jij heel vaak moet doen waarvan je zegt van oh, ik kan het niet meer aanhoren, maar ik moet het wel doen, want het is mijn werk? Nou, waar ik soms wel, en dan heb ik het niet zozeer over tv, maar over bedrijfsfilms en zo, dan kom je soms woorden tegen. En sowieso vind ik het gebruik in sommige bedrijfsfilms, dat ik denk van waarom wordt het zo moeilijk gemaakt? De jargons en zo. De jargons en dan komt het woordje agile weer voorbij. En, weet je wat ik bedoel of ja, niet? Ja, ja. Dat je echt denkt van ja, soms is het gewoon ook beter om dingen in Jip en Janneke taal uit te leggen of te vertellen. En niet omdat mensen het niet kunnen begrijpen, maar wel omdat je ook de aandacht vast wil houden. Je moet het op een leuke manier, op een toegankelijke manier proberen te vertellen. Ja. En als je met heel veel jargon, en ik zeg ook altijd, ik hou niet zo van clichés, maar less is more. Mm-hmm. Het is echt zo. Je kan van alles willen vertellen, maar ik heb ooit eens een keer met iemand gesproken die daarmee zat. En ik zeg van, wat wil je eigenlijk voornamelijk overbrengen? En die vertelt me in 4 zinnen wat hij wil vertellen. Ik zeg nou, dan moet je dat doen. Ja. Moet je dat opschrijven en dan moet je dat gaan vertellen. Oh ja. Ja. Stichting BKR. Voor een financieel gezonde en veilige wereld. Als u bijvoorbeeld hypotheken verstrekt. Hoe belangrijk is een goede voice-over? Ja, hoe belangrijk is een goede voice-over? Is het belangrijk? Laat ik het zo zeggen. Laten we daar eerst beginnen. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is, maar het klinkt raar om dan op. Kijk, ik vind het lastig om over mezelf te praten, maar laat ik een voorbeeld geven. En dat is ook letterlijk wel eens tegen mij gezegd door John van den Heuvel voor het programma Ontvoerd. Als je daar de voice-over uit weghaalt, ja, dan is het programma weg. Dan is het programma weg. Ja. Ja. En dat is ook wel, dat is echt een programma waarin je moet balanceren op een koord. Want je moet je verhaal vertellen, maar je moet er ook geen sensatie van maken. Maar er moet wel spanning in zitten. En dat is best wel zoeken in dat programma. Ja. Maar dan, ja, een voice-over is wel belangrijk, ja. En een mismatch, ja. Die hoor je ook meteen. Die hoor je ook. Ja. Ja. De voorpagina is gewijd aan die tape van jou met Wim Holleder. We zouden je graag een uur zendtijd geven om die hele tape hier gewoon af te spelen. Dan heeft iedereen het gehoord. Waarom doe je dat niet? Maar nu is het zover. De hele Holleder tape bij RTL 4. Ik wil eerst met jou afspreken dat alles wat ik zeg, dat jij dat geheim houdt. Peter R. de Vries en John van den Heuvel tonen aan hoe onmisbaar de tape is in Holleder's strafzaak. Peter, je weet de helft nog niet. Je weet misschien 1000 keer. De Holleder tape. Dinsdag om 8:30. Exclusief bij RTL 4. Ja. Mis het niet. Ik vind van mezelf dat ik niet zo'n fantastische stem heb. Maar wel weet ik, dat is mijn kracht. En dat heeft lang niet elke voice-over. Ik weet dat ik met mijn stem bepaalde emoties kan pakken. Dus ik kan spannend zijn, ik kan vrolijk zijn, uitbundig. En er zijn best wel voice-overs die dan altijd een beetje die veilige weg kiezen. Mm-hmm. Snap je? Van, dit is mijn voice-over stem en zo ga ik het doen. Dat vind ik een valkuil. Ja. Want je kan heel goed klinken, maar voor bijvoorbeeld RTL 4 is het juist lekker en juist goed als je mee kan gaan in de emotie van het programma. En het programma is Ontvoerd. Chantal's Pyjama Party. Mm-hmm. Nou ja, dat moet ik allemaal overbrengen. Dus achter jou staat een sessie van, of hier zie je dat ook trouwens. Ja. Een sessie van RTL. En dan komt van alles voorbij. En dan gaat het echt van
spannend naar vrolijk en een beetje ertussenin. Ja, dat is wel waarvan ik denk, ik ben niet bang om dat te laten zien van mezelf. En dat is denk ik tegelijkertijd ook mijn kracht. Ja, gewoon variatie. Flexibel, ja. Maar een hele mooie romantische film moet je dan niet doen? Of heb je zoiets van, dat kan ik ook zeker wel. Maar kijk, we kennen allemaal wel de voorbeelden van hele zware, mooie stemmen. Ja. Ik denk niet dat ik de mooiste stem van Nederland heb. Absoluut niet. Mm-hmm. Maar ik heb wel, denk ik, een vertrouwd geluid. Iets wat past ook bij een zender van, zoals bij RTL 4. Ja. Wat niet heel erg opvalt. Maar nogmaals, ik weet wel al die emoties te raken. Ja. En dat is mijn kracht. Ja. En, nou ja, ik weet hoe ik het kan laten klinken. Die overtuiging heb ik dan wel, zonder dat mensen denken, ja, die geloof ik niet. Mm-hmm. Pacific Rim. It is pretty cool. Pacific Rim. Donderdag in de bioscoop in 3D in IMAX 3D. RTL 7 is komend seizoen meer dan ooit te zenden voor de echte man. De KNVB-beker, Jong Oranje, de Supercup en de Jupiler League. Zie jij jezelf al tokkelen van lange ziplines, springen vanaf 20 meter hoogte en hangen aan een rollercoaster? Dat vind je allemaal in het grootste adventurepark van Nederland. Dag 12 op Temptation Island. Het mannenresort ligt er nog verlaten bij. Er moeten dan ook heel wat emoties worden verwerkt. Je hebt een opdracht binnengekregen. Jij gaat aan het werk. Ja. Nou ja, in dit geval heb ik iets klaarstaan voor RTL. Mm-hmm. Voor RTL 4. Dus dan krijg ik het videogedeelte aangeleverd. Je ziet dat ik dat hier geïmporteerd heb. Dit is een lijntje. Dat komt eigenlijk, dat is de video. Maar je ziet de video hier ook in beeld. Hier heb ik een tijdcode staan. Die komt overeen met een tekstbestand. En daar zie je dus op tijdcode wat ik zou moeten gaan inspreken. Oké. Okay. Dus we kunnen dat nu wel eventjes ja? Even doen. Ja, ja, zeker. Leuk. Dan moet de deur dicht, denk ik. Hè? Moet de deur even dicht, ja. Nou, dan, Liefde, leugens en intriges. In goede tijden, slechte tijden. Maandag tot en met donderdag om 8:00 op 4:00. Nou ja, jij doet werk waarvan mensen niet weten dat jij dat bent. Maar bijna iedere huiskamer in Nederland heeft het wel een keer gehoord. Ja, ja, klopt. Dat lijkt me ook wel heel bijzonder. Dat jij denkt van, dat je over straat loopt en denk je, nou, die heeft mij een keer gehoord, die heeft mij een keer gehoord. Maar ja. Want word jij nooit, als je zegt van, hallo, ik ben Edwin, dat je, jij bent het. Is dat nee, nooit? Nee, niet direct, nee. Okay. Nee, ik heb wel toen iets voor tv een keer gedaan. Dat was een spotje waarin ik een voice-over moest zijn. Nou, die spot die liep nog geen 2 dagen en ik kom bij de snackbar. En die gozer die zegt van, ja, maar toch die gast van tv? Ja, toen wel. Ja. Toen, weet je, dan hebben de mensen er een beeld bij. Ja, dan ben je in beeld, ja. Inderdaad. En, ja. En nogmaals, er is altijd wel een verschil tussen als je met elkaar een gesprek voert en als je voice-over bent. Ja. Want dan klinkt het nog allemaal net gelikter. Ja. Maar dat wil ik ook even wegnemen. Het is niet zo, als ik hier ga zitten en ik ga inspreken, dat ik een totale andere stem opzet. Nee. Want dat denken mensen dan ook. Van nou, ik heb je op RTL 4 gehoord. Nou, ik herken je niet hoor. Dan denk ik, ja, dat zijn net wat ik je zeg. Dicht bij je oor. Ja. Net even iets beter articuleren. Net die emotie. Iets meer nadruk erop. Maar het is niet zo dat ik ineens zo ga praten of zo. Nee, dat niet. Welk creatief koppel naait de mooiste trendjurk voor dit voorjaar? Ik ben er heel blij mee. Niet roerig zoals Venus dat. De jurk is zo'n stuk te kort. En is Esmee van Kampen blij met haar tuniek? Of dat is goed. Wat een draak voor een ding. Oh, sorry. Ja, het is toch jouw gezien. Je hebt er keihard voor gewerkt. En dan mag je gewoon ontzettend. Door het oog van de naald. Woensdag 8:30. RTL 4. Nou, dus dit edit jij, dit stuur jij op. Ja, kijk, we hebben hier... Hebben we dit... Even opnieuw ingesproken. Hè? Ja. Dit heb ik eigenlijk al gedaan. Mm-hmm. Ik zal het even op een ander spoor zitten. Maar je moet er eigenlijk van uitgaan dat... Nou ja, datgene wat je nu hier ziet... Is van een hele promosessie, zeg maar. Dat heet dus, een promosessie. Je krijgt gewoon alles achter elkaar aangeleverd. En spreek maar in, wij knippen het los van elkaar. Nou, dit is één deel. Meestal zijn er 3, 4, 5 van dit soort tijdlijnen. Ja. Maar je ziet het. Als ik het ingesproken heb, maak ik er 1 grote file van. Die net zo lang is als de video. Ja. Je moet even niet op die dingen letten die hierboven staan. Want dat zijn dingen die wij, die we samen hebben opgenomen. Ja. Maar dit gedeelte is alleen de stem. Nou ja, ik kan hem even op solo zetten. En dan kan je ook horen. Datgene wat ik dan wegstuur, dat is dit.
In het nieuwe programma Samen Uit, Samen Thuis gaan singles op zoek naar de liefde tijdens een droomreis. Ben jij geïnteresseerd? Nou ja, dan waarschijnlijk komt hier een quote en dan is hier ergens het einde van de promo. Ben jij mogelijk de ware? Meld je dan aan. Ga naar rtl.nl/samenuit samen thuis. En je hoort hier het hampje er nog op. Maar goed, dat gaat allemaal weg op het moment dat ik het wegstuur. Okay. Want dat zijn allemaal dingen die op dit spoor staan. Maar feitelijk is wat je nu ziet, is eigenlijk gewoon een kale opname. Ja. En al die dingen die je erbij hoort, die zijn puur voor de afluistering gedaan. Ja. Eigenlijk is het heel makkelijk. Eigenlijk is het heel makkelijk. Eigenlijk stelt het allemaal niks voor, mensen. Nee, joh. Nee. Het valt wel mee. Heb een goede stem, dan moet je mee geboren worden. Beetje training. Nou ja, weet je, hoeveel stemmen zijn er eigenlijk? Ze zijn er heus wel. Maar hoeveel stemmen zijn er eigenlijk die niet om aan te horen zijn? Ja. Ik ken er denk ik twee of drie. Ja. Dat ik denk van, als die door een microfoon praat, denk ik, oké. Ja, even... die even niet, zeg maar. Ja. En natuurlijk is het wel zo dat de een beter tot z'n recht komt dan de ander. Maar echt lelijke stemmen? Nee. Ja. Ik denk dat 95% van de stemmen echt prima zijn. Alleen, hoe ga je ermee om? Ja. Hoe klink je? Ja. Ben je bewust van wat je allemaal doet? En heel veel training. En articulatie. Inderdaad, dat blij ei kunnen zijn als dat noodzakelijk is. Ja. Dat zeg maar. Ja, dat is wel een vak apart. Maar, en daar ben jij goed in? Ja, toevallig wel. Maar voor de rest kan ik niks. Oké, dus jouw tekst. Vooruit. Ja, mooi.